Een chocoladelolly met een gezichtje. En de haren zijn gebakken of gedroogde maden. Er was een prijs uitgeloofd en die hebben ze nu gewonnen. En dat is een workshop hier in een restaurant van de toekomst. En dat is Kik in Wageningen op de Universiteit en Research. En boven hebben ze namelijk in Wageningen, de universiteit, hebben ze eerst een rondleiding gekregen hoe echte volwassen proevers proeven. We hadden bijvoorbeeld proefjes gedaan, yoghurt met een kleurtje geel en roze. Ze dachten dat de een aardbei was en de ander vanille of banaan, maar het was allebei gewoon witte yoghurt. En zo hebben we allemaal verschillende proefjes gedaan. We hebben ook bijvoorbeeld een eierdooi nagemaakt, wat op een eierdooi leek. En eerst dacht ik, oh, zo'n eierdooi, ga ik niet eten rauw. Wat hadden we gedaan? Van binnen was het gewoon van mango gemaakt. Kijk, dit is bijvoorbeeld is al nagemaakt. Kijk, het lijkt net alsof het een soort eierdooi is. En dan denk je bij jezelf, ja, maar het is gewoon mango. Heerlijk, maar als je niet weet, dan denk je wel, Kinderen, toen ze binnenkwamen, lusten ze bijna niets. En nu zitten ze gewoon baars te eten, ze zitten rauwe bieten te eten, ze zitten courgette, allemaal dingen die ze eigenlijk eerst niet lusten. En nu komt het helemaal bijzonder, kijk. Ze krijgen van ons een cadeautje mee. Dat is namelijk een chocoladelolly met een gezichtje. En de haren zijn gebakken of gedroogde maden. Voor ze begonnen met de workshop moesten ze de ik lust het niet eet afleggen. Dan beloof je aan jezelf dat je nooit meer zal zeggen ik lust het niet. Wel lekker hoor. Wat smaakt het nou? Wormen, het zijn ook wormen. Hey, maar dat vind je wel lekker? Ja, het smaakt naar kip. Vies bestaat niet, hebben we geleerd. En we gaan eerst alles proeven en dan zeggen we pas ik lust het niet of ik lust het wel.